We gaan beginnen met de gecombineerde warming-up. Bijna zijn we compleet. Als het om tennis gaat, is het eigenlijk simpel. Het is een hele leuke sport. Het is een leuk spel. Daar moet je met elkaar ook gewoon op een hele sportieve manier mee omgaan. Het kan wel eens zijn dat je denkt van, hè, is die bal nou in of uit? En de tegenstander weet het ook niet helemaal. Wat doe je dan? Als je het samen niet eruit komt, dan speel je het opnieuw. Wat heel belangrijk is, is toch dat het spel, dat het veilig is. En dat je met respect naar elkaar toe de sport beoefent. En dat maakt niet uit op wat voor niveau je tennist. Alle fronten. En daar moet je het voorbeeld in zijn. Zo belangrijk voor nu en voor de toekomst van de tennissport. Als we zo meteen een wedstrijd spelen en je bent klaar, wat doe je dan? Dan geef je je tegenstander even een hand. En dan zeg je goed gespeeld of gefeliciteerd. Het is heel belangrijk dat kinderen daar vroeg mee in aanraking komen. Doordat ze dan vroeg al beginnen met competitiespelen, leren ze wat fair play is. En als ouders daarin ook nog stimuleren, dan wordt het een hele normale zaak voor hun om fair play te spelen. Het is een fantastische sport. Door elkaar eerlijk daarmee om te gaan, zul je ook zien dat op latere leeftijd dat mensen dat spelletje ook leuk blijven vinden. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor nu en voor de toekomst van de tennissport.